Yes, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers en nu denk je vast van, waar de fuck zit jij? Ik ben vandaag op het skatepark waar het voor mij allemaal begonnen is. Voordat we verder gaan, we gaan vandaag ook de Bergproxus X1 weggeven, die een aantal weken geleden in de video was aangekondigd als giveaway. Dus blijf vooral kijken, doe alvast dat blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden en dan check ik jou na de intro. Ik ben blij dat jullie kijken weer naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een beetje vertellen waar mijn reis eigenlijk begonnen is qua stuntsteppen en hoe het er nu voor staat, want dat is ook heel belangrijk en ik wil graag duidelijk zijn naar jullie toe. Ik ga het eventjes laten zien. Waarschijnlijk kennen jullie het al. Dit is het skatepark in de Rozen. Kijk, daar staat de bergstep en mijn step natuurlijk. Het is best wel een oké skateparkje. Niet super nice. Wel een klein boxje, een transfertje. Alleen de kopings zijn hier best wel vervelend. Die steken echt super veel uit. Plus de grond is super ruw. Dus als je daar valt bijvoorbeeld, dan is het echt pijnlijk gewoon. Maar voor de rest eigenlijk wel een super chill skatepark. En ik weet nog heel goed, hier was voor mij allemaal begonnen. Hier heb ik mijn eerste tailwhip ooit geland. Ik weet het nog wel eens met Nick. Als jij Kevin Schippers My Story hebt gezien, dan weet je dat hier de eerste tailwhip is geland. Als je die video nog niet hebt gezien, echt waar, als je die nog niet hebt gezien, dan weet je niet hoe mijn verhaal is gegaan. Dan weet je niet hoe alles is gebeurd in mijn leven. Dus check die video even. Ik ga die hier in de eerste link in bio zetten. Die is al eventjes geleden, dus zit eraan te denken. Nu nog niet, hè, maar over 1, 2 jaar bijvoorbeeld, dat ik dan een nieuwe My Story opneem. Omdat er toch wel best wel wat dingetjes zijn gebeurd. Alleen voel nog niet dat nu het moment is. Hetzelfde met een podcast wil ik ook ooit ergens gaan doen, maar ik voel het gewoon nog niet. Ik denk van, dit is nog niet het juiste moment. Dus hier is mijn stepcarrière eigenlijk begonnen. Zo steeds opgebouwd. Lommel was ik ook heel vaak. Daar heb ik trouwens mijn eerste flair op concreet geland. Geen resi dan. Dat was echt wel een leuk moment. Daarnaast best wel wat sponsors gehad. Heel veel tricks bijgeleerd. Ik wil binnenkort ook nog eens een video maken waarin ik al mijn oude edits ga kijken, want ik heb die teruggevonden. Ik had die op de MacBook staan. Die heb ik toen overgezet op mijn stick en die staan nu op mijn andere pc waar ik ook gewoon video's kan opnemen. Even slokje. Zo ben ik steeds verder gegroeid en toen, zoals de meesten weten, heb ik een blessure gehad. Dat was in februari 2020 zoiets. Want het was net voor corona begon. Toen heb ik nog wel die wedstrijd gedaan in Area 51. Daar was ik nog derde geworden. Echt top afsluiter van het oude park in Area 51. Dat zal ik ook nooit vergeten. Dat is echt een momentje dat ik altijd zal blijven herinneren. Sindsdien is het eigenlijk allemaal iets minder gegaan met tricks, steppen. Qua echt fysiek dan. Toen ben ik pre-designed ook begonnen midden 2020. Met eerst griptapejes. Daarnaast zijn echt de webshop gaan openen in november 2020. En zo eigenlijk een beetje opgebouwd tot waar we nu zijn. Daarnaast is ook ondertussen de SD Academy tussengekomen die echt fucking hard gaat. Daarnaast, ik denk dat als deze video online staat, dat we uitverkocht zijn. Misschien kan ik nog een paar plekjes fixen. Er is nu nog maar één plek vrij voor de uitstap. En dan is het helemaal uitverkocht. Het is nog een maand verder, dus echt super bedankt. Dat doet super goed. En dat betekent gewoon dat het echt een succes is en gewoon kei leuk. Dus dat gaan we zeker volhouden. Daarnaast hebben we ook de SD-lessen die keihard gaan, waar echt 20, 25 man per week gewoon lekker aan meedoet. Super veel bijleert, waarin ik die kinderen gewoon echt zie progressen. Daarnaast de SD-kampen, allemaal uitverkocht in deze zomervakantie. Dus ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus gewoon, SD Academy gaat gewoon. Mijn knie, nog daarover te vertellen, die is de laatste tijd echt minder aan het worden. Laatst was ik gaan steppen en toen heb ik een verkeerde draaibeweging gemaakt. En sindsdien is het echt weer een stuk minder. Met fitnessen gaat het nog, omdat ik dan niet echt die klappen krijg. Snap je? Het is vooral de klappen die ik op mijn knie krijg die het pijnlijkste zijn. Dat is gewoon iets, ja, ik kan er niet veel aan doen. Ik wil echt later, over een paar jaar, als het even allemaal rustiger is, wil ik gewoon eens naar de dokter gaan, echt een traject aangaan. Als ik het geld er ook echt aan wil besteden, nu vind ik nog zonde. Ik wil nu nog zoveel mogelijk investeren, bijhouden en voor de juiste dingen gebruiken. Dus ik heb dagelijkse basis geen last van mijn knie. Het is meer alleen als ik echt ga steppen of echt iets hards met mijn knie doe. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden dat het nou iets minder is, ook qua clips en zo en qua YouTube video's. Want je ziet me bijna ook niet echt meer rijden of zo. Dat is dus de reden met mijn knie. Ik wil rijden, maar elke keer als ik rijd ben ik bang dat ik val of dat ik pijn heb. Daarom ook meer focus op de SD Academy, SD Scooters en uiteindelijk ons nieuwe project waar nog bijna niemand weet. Wordt super nice. Ik denk dat ook veel van jullie er iets aan kunnen hebben. Iedereen kan er iets aan hebben vanuit twee kanten. Je kunt er iets aan hebben voor iets specifiek en iedereen kan er iets aan hebben.
meer info daar later over. Ik zal het wel een keer in de video's, in YouTube-video's aankondigen wat nu eigenlijk is als we gelanceerd zijn. Ik vond het eventjes belangrijk dat jullie ook weten hoe alles zit. Voor degenen die nieuw zijn, die dit nog niet wisten. Nu weten jullie dit ook. Daarnaast ga ik nog een paar clipjes proberen te maken. Ik ga kijken hoe het met mijn knie is. Ik heb de knieband ook bij. Gewoon een paar basistricks. Misschien vinden jullie wel nice tricks dus. Of leer ik iets random nieuws, kan ook. Altijd positief blijven. Heb je nu iets tegen zitten in jouw leven? Of denk je van fuck, hoezo overkomt mij dit weer? Weet dat elk ding dat jij meemaakt in jouw leven je sterker zal maken. En het gebeurt met een reden. Als jij bijvoorbeeld nu iets meemaakt wat super fucked up is, weet ik veel, een scheiding van je ouders, dan betekent dat misschien gewoon dat God wil, of weet ik veel wie, dat jij gewoon iets zelfstandiger moet worden. Dit is een random voorbeeld natuurlijk, maar zo heb ik het ervaren, dat ik veel zelfstandiger was, dat ik alles zelf kon en dat je niemand eigenlijk nodig hebt om jouw shit te bereiken. Vrienden allemaal super goed, super fijn. Ik hou ook van mijn vrienden, de mensen rondom mijn familie, iedereen, maar uiteindelijk moet het hier van binnen allemaal goed zitten. En als dat goed zit, dan kun jij ook genieten van de mensen rondom jou. Als je niet houdt van jezelf, kan je ook niet van andere mensen houden. Onthoud het heel goed. Blijf positief. Als je nu in een dal zit, komt allemaal goed. Veel succes. Ik geloof in jou. Ga je doelen achterna. Ik ga even een paar clips maken. Geef in wat, gang. Nu heb ik hem. Enkel. Ik moet mijn telefoon erbij pakken. We gaan de Berg Proxys X1 weggeven. Let's fucking go. Nogmaals, shout-out naar Berg. Ik ga even de video opzoeken. Maandje geleden. 1000 views, let's go. 101 reacties. Allemaal reacties. Een tip trouwens voor jullie allemaal, als we een giveaway doen, hè. Wat ik altijd super nice vind, is als er mensen zijn die echt een reden hebben waarom ze deze step of iets willen winnen. En ook de moeite doen om een bericht te typen. Dus niet van, ja, ik zou hem graag willen, mag ik hem? Dat werkt niet, snap je? Als jij een reden hebt en een mooie tekst verzint, dan weet ik dat jij ook moeite hebt gedaan om mee te doen. Het is belangrijk iets om mee te nemen. Ik heb al 3 potentiële winnaars. Oké, jongens, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 potentiële winnaars. Ik zit echt te twijfelen, man. Gaat iemand zijn die wel echt de moeite heeft genomen, zoals ik net heb gezegd, om de tekst te schrijven? En het is een beetje een twijfel, want er zijn sommigen die hem niet willen geven, sommigen hebben hem zelf nodig. Dus geef mij 1 minuutje en ik heb de winnaar. Oké, ik heb iemand gevonden. Dit kan iets heel leuks worden. Dit is eigenlijk een win-win situatie voor iedereen. Voor Berg, voor mij, voor die persoon die hem heeft gewonnen. Ik ga hem eventjes voorlezen. Ik zou hem willen geven aan iemand van mijn local die een slechte step heeft. Om er zelf ook een YouTube video van te maken. Maar als er iemand anders is die hem nodig heeft, is het ook goed. Ten eerste, hij wilt hem aan iemand geven. Daarnaast gaat hij er waarschijnlijk ook een YouTube video van maken. Dus als jij deze video kijkt en je hebt gewonnen, ik verwacht een YouTube video of gewoon een kleine video dat jij hem afgeeft bijvoorbeeld, of dat hij hem geeft aan die kerel. En hij zegt van, maar als iemand anders hem wint, is het ook goed. Dus hij is niet zo van, ik wil hem hebben, dit en dat. Dus de winnaar van de Berg Proxys X1 Stuntstep in Neochrome is dialed 5355. Stuur mij even een berichtje of reageer onder deze video. Zorg gewoon dat je in contact met mij komt. En dan kan ik jou de Berg Proxys X1 opsturen. Heb je niet gewonnen, niet geteurd. Er komen zeker weten nog genoeg giveaways in onze video's. En afgelopen weken hebben we ook giveaways of winacties gedaan. Dus check al die video's zeker weten. Als je dat nog niet gedaan hebt, vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker weten dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Hier beneden. En dan check ik jou in een volgende video. Laters!